Probeer de volgende vraag zo snel mogelijk te beantwoorden. Sport jij genoeg? Heb je nee geantwoord of weet je helemaal niet of je nu net genoeg sport? Blijf dan zeker verder kijken. Heb je ja geantwoord? Dan mag je wegklikken. Maar misschien is het ook wel handig om verder te kijken. Want misschien sport je helemaal niet zoveel als dat je zelf dacht. Of misschien sport je zelfs te veel. Kan je zelfs te veel sporten eigenlijk? Wel, alle info over hoe vaak je nu net fysiek actief moet zijn en hoeveel je nu net moet sporten, gaan we bespreken na de intro. Welkom bij FitFacts, waar je veel gestelde vragen rond fitheid en gezondheid willen beantwoorden. Maar op dit kanaal geven we je ook workouts mee, dus is dit iets waarvan jij graag op de hoogte blijft, abonneer je dan zeker op ons kanaal en zo mis je niets van alle video's die nog gaan uitkomen. Nu terug naar ons al dan niet te veel of te weinig sporten. Een goede plek om te beginnen zijn de aanbevelingen van de Wereldgezondheidsorganisatie. Deze aanbevelingen zijn het minimum van fysieke activiteit en sport dat je moet doen om van de gezondheidsvoordelen van bewegen te kunnen genieten. Zoals bijvoorbeeld een verminderde kans op hart- en vaatziekten, sterkere botten, verminderde kans op mentale problematiek en zelfs een verminderde kans op sommige kankers. Nu, deze aanbevelingen zijn gebaseerd op veel wetenschappelijk onderzoek waar ik jullie allemaal niet mee ga lastigvallen, want dat is een beetje te saai om heel diep op in te gaan. Maar de aanbevelingen komen neer op het volgende. Als eerste zou je minstens 150 minuten per week fysiek actief moeten zijn aan een gemiddelde intensiteit. Dit doe je in blokken die minstens 10 minuten duren. Dus je zou 15 keer 10 minuten actief kunnen zijn tijdens je week, maar je kan ook bijvoorbeeld 5 keer gedurende 30 minuten actief zijn. Nu, allemaal goed en wel dat we zo lang actief moeten zijn, maar wat voor intensiteit is nu juist een gemiddelde intensiteit? Want dat is een beetje vaag. Wel, een gemiddelde intensiteit komt overeen met een hele waaier aan fysieke activiteiten en sporten, zoals bijvoorbeeld fietsen aan een gewoon rustig tempo, of bijvoorbeeld wandelen aan 100 stappen per minuut. Maar ook een hele race, ik denk zelfs elke sport waar ik op dit moment aan denk, valt ook onder die categorie van een gemiddelde intensiteit, zoals bijvoorbeeld gaan lopen met collega's, voetballen met vrienden, tennissen met vrienden, eender welke sport die je niet echt op een hoog prestatieniveau doet, gaat hieronder vallen. Maar ook andere activiteiten, zoals bijvoorbeeld tuinieren of bepaalde huishoudelijke taken zoals stofzuigen, vallen onder die categorie van een gemiddelde intensiteit. Oké, dan weten we hoe lang we minstens moeten sporten voor onze gezondheidsvoordelen en we weten ook welke activiteiten we allemaal kunnen gaan doen. Maar stopt het hier dan? Wel, zoals je misschien al had verwacht, nee, hier stopt het niet. Want in de aanbevelingen staat ook nog een tweede puntje, namelijk dat je 2 keer per week krachtoefeningen zou moeten doen die de grote spiergroepen van je lichaam zullen trainen of aanspreken. Nu, met de grote spiergroepen in je lichaam bedoelt de Wereldgezondheidsorganisatie de grote beenspieren, de buik- en rugspieren en de belangrijkste arm- en borstspieren. Als je dan eindelijk de aanbevelingen bereikt hebt en je sport 150 minuten per week en je bent dan nog eens 2 keer per week aan krachttraining aan het doen voor de grote spiergroepen, zit het er dan allemaal op en doe je dit gewoon de rest van je leven? Of bouw je toch verder op en blijf je meer en meer gaan sporten? Wat moet je nu juist best doen? Wel, dit gaat afhangen van persoon tot persoon en de doelen die jij voor jezelf gesteld hebt. Zo wil ik bijvoorbeeld niet alleen een lichaam dat mij helpt om beter te presteren tijdens het lopen van een 400 meter, maar ik wil ook een relatief gespierd lichaam waar ik fier op kan zijn. Nu, vooral het beter lopen van die 400 meter zal niet lukken als ik me enkel hou aan de aanbevelingen van de Wereldgezondheidsorganisatie. Dus ik zal meer moeten sporten en intensiever moeten sporten als ik mijn 400 meter nog sneller wil gaan lopen. Wanneer je meer doet dan de aanbevelingen, dan zullen initieel ook de gezondheidsvoordelen groter zijn. Nu, dit blijft niet doorgaan. Het is niet zo dat hoe meer en hoe intensiever je sport, hoe gezonder je zult zijn en hoe meer gezondheidsvoordelen je zult hebben. Anders zouden topsporters de meest gezonde mensen ooit zijn die nooit ziek zijn, nooit geblesseerd zijn en echt nooit iets voor hebben. En geloof me, als ik zeg dat dit niet zo is en dat deze mensen ook gewoon ziek zijn en soms zelfs meer ziek zijn en meer blessures hebben dan iemand die zich aan de aanbevelingen houdt. En dit komt omdat wanneer je een heel pak meer gaat sporten, ook de risico's en de kansen dat je geblesseerd geraakt en ziek wordt groter zullen worden. Dus er is wel degelijk een punt waarop je te veel aan het sporten bent en waarop sporten nefast is voor je gezondheid.
Blijf je echter toch doorsporten voorbij dit punt, dan vergroot de kans op blessures, ziekte en andere aandoeningen. Nu, ieder individu is een beetje anders en dus het punt waarop je te veel aan het sporten bent, zal ook voor iedereen op een ander moment plaatsvinden. Weet echter wel dat je lichaam best heel veel aan kan van bewegen en sporten. Moest je toch te veel aan het sporten zijn, dan zal je lichaam signalen sturen, onder andere pijn bijvoorbeeld, zodat je weet dat je het best wat rustiger aandoet alvorens je terug opbouwt naar je vorige niveau. Toch tenminste als je geen blessures wil. Oké, dat zal het zijn voor deze video. Ik hoop dat jullie nu allemaal weten hoe vaak je minstens fysiek actief moet zijn. Laat ons hieronder in de comment sectie ook weten hoe vaak je op dit moment fysiek actief bent en wat jouw doelen zijn. Vond je het een leuke video? Klik dan zeker de thumbs up knop en abonneer je op ons kanaal. Hieronder ergens, of hier gaat zelfs een bal komen. Abonneer je dus op ons kanaal als je op de hoogte wilt blijven van alle nieuwe video's die nog gaan uitkomen. Ik zie jullie terug volgende keer in een nieuwe video. Bye bye.